Hallo mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat, met mij ook, thanks. Ik heb alleen mijn stuitje gebroken, dus ik moet letterlijk op een zwemband zitten. Maar dat terzijde, want daar gaat de video natuurlijk niet over. Vandaag ga ik het hebben over types waarmee je uit eten gaat in een restaurant. Mocht het nou je oma zijn of vriendin en kennis van je moeder, is altijd wel iets aan de hand. En daar ga ik het vandaag over hebben. Heb je nou zin in deze video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje zodat je op de hoogte blijft van mijn video's. En dan gaan we nu beginnen met de video. De blackout persoon. Deze persoon krijgt een blackout bij het bestellen. Zo, nou eens even kijken wat ze hebben op de kaart. Wat neem jij? Tja, moeilijk zijn de keuzes allemaal, hè. Maar ik denk wel dat ik ga voor het gesneden runder gehakt met saus van bospaddenstoelen en aan de zijkant speciale truffels. Ja, wat neem jij? Oh, ik neem gewoon de lasagne, denk ik, ja. Dus dames, wat gaat het worden? Ik wil gewoon graag de lasagne, alsjeblieft. De lasagne. En wat wilt u hebben? Ik neem graag Sorry. Waar staat hij nou? Oh god. Nummer 2 is degene die nooit, maar dan ik echt nooit iets terugvraagt aan jou. En stel nou je hebt al een date, dan ben je al zenuwachtig genoeg, oké? Maar als diegene jou dan ook helemaal niks terugvraagt, ja, wat moet je dan? Ik bedoel, op een gegeven moment zijn je vragen ook gewoon op. Gezellig dat je hier bent. Hoe ben je hier eigenlijk gekomen? Oh, met de tram gewoon. Ah, oké. Doe je dat vaker? Nou, gaat wel. Een leuk café is dit, hè? Ja. Is de antisociale persoon. Deze persoon zit gewoon veel liever op zijn telefoon. Vindt diegene gewoon altijd op elk moment veel gezelliger dan wat jij bent. Ja, dat kan natuurlijk. Ga je nog iets bestellen? Of? Ja, ik denk dat ik vooraf gewoon voor de gedroogde crackers ga met wat kruiden. Oh, nou ze komen er nu aan, zie ik. Oh, dank u wel. Oké. Nummer 4, de ik ken iedereen persoon. Vet goede naam, spreekt heel erg voor zich volgens mij. Deze persoon komt letterlijk overal waar je heen gaat iemand tegen die hij of zij kent. En dan in dit geval een restaurant dus. En dan zit jij er zo bij van ja. Ja, ik wil graag de... Hey, ze hebben touw! Hoe is het dan? Nou, meid, lang niet gezien. Gaat het goed met jou? Oh, jullie kennen elkaar, oké. Oh, meid, hoe gaat het met Kees dan? Oh, tja, wat een toestand, hè. Wat erg, wat er toen gebeurd is. Maar echt heel leuk om je hier even te zien, zeg. Maar wat wil je eten dan? Schat, wat raad je me aan? En 5, de persoon die je altijd recht in de ogen aankijkt. Kijk, persoonlijk vind ik het prima als jij me gewoon even recht in de ogen aankijkt. Weet je wel, niks mis mee. Maar ik word er oprecht heel erg zenuwachtig van als je dit gewoon non-stop blijft doen. Ik kan er echt niet tegen. Volgens mij is dat ook echt niet goed voor je brein. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Misschien spreek ik gewoon voor mezelf. Maar ik vind het heel vervelend als iemand gewoon non-stop je echt zo recht in de ogen aankijkt. Je wordt daar ongemakkelijk van. Je wordt daar zenuwachtig van. Je weet niet of je diegene dan terug aan moet kijken recht in de ogen. Of gewoon totaal ergens anders. Ja. Maar Annemarie, vertel nou eens. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat gewoon goed nu wel met mijn stuitje. Hè. Dat is wel vervelend. Maar het gaat, gaat prima. Hoe is dat gebeurd dan eigenlijk allemaal? Nou ja, ik ik ga heel even naar de wc, even mijn handen wassen, want het
Het eten komt zo. Nou mensen, ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Als dat zo was, doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Zoals ik al zei, kan je helemaal gratis abonneren op mijn kanaal en op het belletje drukken. Mijn social media staan in de beschrijving. Laat ook even in de comments weten of jij iemand herkent in deze video of dat je het gewoon zelf misschien wel bent. Geniet nog van je week en ik zie jou gewoon, het vuur knettert de hele tijd, volgende week maandag weer. Doei! Waarom ik ben soms alleen.